allemaal. Dit is mijn versie van de Amazonia box van Paul Fort. Deze heb ik al eerder gemaakt en er is ook al een aparte film op YouTube. Deze box is 9¼ bij bijna 7 inch, 6¾ inch. En in de box zitten allerlei mapjes waar je je foto's in kan bewaren. En omdat er nu ook een nieuwe YouTube instructievideo is van Paul Fort op zijn kanaal. En ik zal dat hier beneden in de box ook eventjes downloaden. Dan kun je daar naartoe. Heb ik een nieuwe gemaakt. En dat is deze. Die is een klein beetje groter, zoals je kan zien. Niet heel veel, maar wel iets groter. En er zit een gat in de deksel waar straks een doorzichtig folie achter komt. Zodat je ook nog in de box kunt kijken. Paul Fort maakt zijn box helemaal met tape. Omdat ik vrij dunne tape heb, heb ik dat niet gedaan. Ik heb de buitenkant van de box gewoon gemaakt met cardstock en met chipboard. En dat gewoon helemaal bekleed alsof het een album is. En alleen de binnenkant van de box, die heb ik met het soort washi tape aan elkaar gemaakt. En ja, dat blijft op zich stevig genoeg. Dat heeft weinig te houden. Maar ik vond het voor de box allemaal iets, toch iets steviger. Als ik dat gewoon met cardstock maakte. Oké, dit gaat het worden. Ik heb nog een paar vellen van Lady Vagabonds. En dan is dit de 8×8, dus 20×20 centimeter. Ik heb nog één stukje waar ik hier wat van ga gebruiken van de voorkant van het 30×30 papier. En dan heb ik ook nog surfvagebond. En daar ben ik zelf niet zo heel erg fan van. Dus ik ga het wel gebruiken, maar ik ga dan vooral ook de dingen gebruiken die een beetje passen bij Lady Vagabond. Zoals bijvoorbeeld deze huizen, de landkaart, denk ik dat erin komt. Nou, dit kan ik heel mooi gebruiken voor de doos, voor het bekleden van de doos. Nou, deze zijn natuurlijk altijd leuk. Het kompas. De map. De kaart en hier nog wat blauw gekleurd en wat meer bruin gekleurd papier. En als laatste nog hier ook blauw. Dus ik ga kijken wat ik daarvan kan gebruiken. In ieder geval wil ik proberen om dit papier op te maken. De andere box en de nog niet beklede box al gezien. Maar zo is die dan bekleed. En zoals je kan zien is het van Stamperia papier, Lady Vagabond en binnenin ook nog Sur Vagabond. Nou, dit is mijn doos geworden. Aan de achterkant wil ik denk ik nog wel een beetje papier bijdoen. Zodat aan alle kanten alles bekleed is. En dit is de flap met de magneetjes. En de onderkant die laat ik in ieder geval gewoon zo zwart. Dat zie je toch niet en dat schuift een beetje. Maar de achterkant wil ik wel doen, want misschien wil ik hem wel zo als een boek wegzetten in de kast. Nou, en ik zal je laten zien. Zoals ik al zei, die flap gaat open en binnenin zitten allemaal mapjes. En die zal ik er even uithalen. Dat gaat wat makkelijker voor de video. Zo. Een grote pocket waar je foto's in kunt doen. En dit is een 4×6 foto en daar kunnen er zo twee naast elkaar in. Dus je kunt hier echt veel foto's in kwijt, maar ook grote foto's. Die kun je ook makkelijk kwijt. En ga dicht met een
touwtje en een bret eraan. Dit is, zijn gewoon geponste rondjes die je op elkaar plakt en het touwtje gaat er dan tussen. En hier maak je hem vast met een bret. Dus dat is de eerste. Dan zijn deze twee. En ook die zijn gemaakt zodat er foto's, 4x6 foto's in kunnen. Ja, dus dat past hier zo in. En hier kunnen nog kleinere foto's, 4x4 inch. Dus dat is in het, voor Nederlandse maten is dat 10x10 centimeter. Nou, die horen zo bij elkaar en hebben dezelfde schuine band. Nou, die zijn eigenlijk hetzelfde. Dan deze twee, dat zijn fotomapjes. Ook hier weer sluiten ze met een touwtje en met brets. En deze maak je zo open. Zo. En die kunnen eruit voor een 10x10 foto. Of aan de andere kant een 10x15 foto. En deze is precies hetzelfde. 10x10 en aan de andere kant een 10x15 foto. Nou, die gaan dan zo weer terug. Nou, dan schrijf je erin. En zo gaat hij dicht. En deze is hetzelfde. Hij gaat zo open. En hier de 10x10 foto en aan de andere kant de 10x15 foto. Nou, deze sluiting kan je natuurlijk ook met magneetjes doen, maar dit is wel heel leuk om te zien, vind ik. Dus het is ook niet zo moeilijk om te maken en aangezien magneten ook best nog wel prijzig zijn, is dit een hele mooie, goedkopere en eigenlijk net zo'n leuke oplossing. Dan weer een grote fotomap. Je kunt hier ook, andere dingen in bewaren. Stel je voor dat je inderdaad foto's van een reis hebt. Kun je hier natuurlijk ook tickets of hotelkaartjes of nou, wat dan ook wat je wil in bewaren. Nou, en hier inderdaad de achtergrond van Sir Vagabond en Lady Vagabond aan de voorkant. En dit is nog open, zodat je hier eventueel ook nog een losse tag of iets anders in kunt stoppen. Dan deze twee mapjes. Nou, hier hebben we het zo gemaakt dat het papier ook doorloopt. Dit is natuurlijk één print. En dit fotomapje gaat zo open. En hier heb je dan een aantal fotopagina's. Hier heb ik nog geen wit papier opgeplakt. Dat kan wel, dat je dan al gelijk dat krijgt. Maar omdat je dan ja, ook niet altijd weet of je horizontale of verticale foto's hebt. Maar nou ja, zo passen ze er in ieder geval wel goed in. Heb ik dat nog niet gedaan. En ik zie dat ik hier de binnenkant ook nog niet bekleed heb. Omdat ik waarschijnlijk dacht van nou, ik wacht even of ik nog wat restjes over heb. Maar die heb ik genoeg, dus dat ga ik dan straks nog eventjes afmaken. Zo zie je dat je altijd toch nog weer dingen niet helemaal af hebt. En deze is hetzelfde. Ook weer zo'n boekje. En hetzelfde fotopagina's. En zo groot dat je 10x15 foto's er makkelijk op kunnen. Nou, die zijn dan zo bij elkaar. En dan als laatste deze twee. En dat zijn insteekmapjes. Die gaan zo open. En hier kun je dan foto's of andere dingen die je wil bewaren instoppen. En gaat zo dicht. En deze hetzelfde. Zo, open. Met hier weer de ruimte om allerlei dingen te bewaren. Ook weer net zo groot dat je foto's er wel in kunnen. Dus wil je 4x6 foto's erin bewaren, dan gaat dat prima. Nou, en dan kun je ze weer terug doen in je box. Zo. En de
box is precies zo groot dat je fotomapjes daarin passen. Nou, Paul Voort heeft op zijn YouTube-kanaal echt heel duidelijk aangegeven hoe je dit album kunt maken. Je kunt het met elk papier maken. Als je de basis hebt en je hebt de mapjes, kun je elk papier wat je wil daarvoor gebruiken. En eigenlijk wordt elke box dan ook weer anders. En ja, ook wel weer heel erg leuk en heel erg anders daarmee ook. Nou, ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Geef me een duimpje, abonneer je op mijn kanaal. En ik zou zeggen, heel veel craftplezier met je eigen albums of je eigen memorybox. Tot de volgende keer!